We staan er goed op. Je ziet dat ze vrij makkelijk met het niveau kunnen aanpappen. Met het paas en trappen zie je al dat het goed loopt. Het is bijna 3 maanden geleden dat Michael Reiziger door de spelers van Jong Ajax een kampioensduik werd gegund. Inmiddels is die kampioenssfeer wel verdwenen. Nou, dat was wel heel snel over hoor. Het ging, jongens gingen op vakantie en dan ben je weer in de orde van de dag en dan moet je de voorbereiding maken. Dus dat was al heel snel klaar. Nu, 3 maanden later, zat de trainer met slechts een handvol van de spelers met wie hij kampioen is geworden op het trainingsveld. De rest is of naar een andere club, of met het eerste van Ajax mee naar Engeland. Teun was daar, Sebastian is daar, Che was daar. Robin heeft mee, was daar, Nicolas was daar. Ze zijn nog wel wat hoor. En Dominic nog. En Dominic, ja. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat we een jong team hadden vorig seizoen. En dat deze jongens, die waren vorig jaar allemaal of eerstejaars senior of A-junior. Is het lastig dat de helft van de groep waar jij misschien een beetje min of meer op rekent, dat die nu in Engeland zijn? Nou, natuurlijk is het niet, maar het is inherent aan een jong elftal. Wij zijn ondersteunend aan één. Eén, als hij op kamp gaat, dan heeft hij gewoon genoeg spelers nodig. Dan spelen ook nog 2 wedstrijden. Dat is in al die jaren niet anders geweest. Hoe ziet jouw voorbereiding er verder uit? Goed. We spelen nog 2 wedstrijden, misschien nog zelfs 3. En dan gaan we beginnen. Wat kun je zeggen over de voorbereiding, hoe je er nu voor staat? We staan er goed op. Je ziet dat ze vrij makkelijk met het niveau kunnen aanpappen. Met het paas en trappen zie je al dat het goed loopt. We hebben goede wedstrijden gespeeld. Natuurlijk zijn er dingen voor verbeteringen, maar gelukkig. En daar gaan we aan werken. De keukenkampioendivisie kent dit jaar een hele sterke bezetting met veel ploegen die kunnen promoveren naar de eredivisie. Dat is alleen maar goed. Dat betekent goede wedstrijden, mooie stadions, grote stadions, veel publiek. Ja, dat is voor ons is dat fantastisch. De regelgeving voor de belofte teams is ook aangepast. De leeftijdsgrens is bepaald op maximaal 23 jaar en spelers mogen een maximaal aantal duels in de eredivisie spelen. Ook mogen er op maandagavond geen spelers meer meedoen die op zondag bij het eerste zaten. Er verandert voor Reiziger echter weinig. Onder 23, nou, onze spelers zijn allemaal onder de 23, wel vorig jaar de keepers. In 60 minuten, Siem 60 minuten en Amin Younes. Dat is te verwaarlozen denk ik wel op 38 wedstrijden. Dus voor ons niet veel. We spelen vooral op vrijdag. Voor de spelers ook niet, hè, want die kunnen dan makkelijk ook in het weekend aansluiten bij 1. Kan het nog een jaar weer kampioen worden? We zien wel waar we stranden, zeg ik altijd. Het belangrijkste voor de jongens is dat ze goede wedstrijden spelen. En dat ze in hun ontwikkeling vooruit gaan. En niet alleen technisch, tactisch, maar ook mentaal. En mentaal hoort bij dat je niet alleen speelt om het leukigheid om te ontwikkelen. Ontwikkelen is ook winnen. En dat moeten ze ook leren. En dit is de laatste fase in hun trainen het eerst om dat te leren. En ze krijgen nu waarschijnlijk meer weerstand omdat ploegen de kampioen willen verslaan. Ja, maar dat had je vorig jaar denk ik ook wel. Dat je zag dat ploegen echt tegen ons wouden winnen. Hè. We waren toch op een gegeven moment de te kloppen ploeg. Je zag ook als we uitspelen dat daar meer publiek op afkwam. Dat betekent dat voor de thuisspelende ploeg, die wil dan ook wat laten zien. Dus dat hadden we vorig jaar ook al.